En hier zijn we bij de officiële start van Bar Exotiek. Een van onze eerste klanten, incognito, is hier Nick de Kip. U bent hier als een van de eerste klanten. We hebben een klein probleempje, we hebben nog geen elektriciteit. We hebben een spoedinterventie van Electrabel. Stoort u dat, de werken? Bezig zijn? Nee, de cola is nog altijd even lekker. De Bar Exotiek prijslijst. Dus we zien voor bewoners van Malen €0,5, voor niet-bewoners €1. Voor mensen met een grote mond €1,5 en voor de leden van de Gantoise €50. U kunnen we beschouwen als eigenlijk een niet-bewoner, maar eigenlijk ben jij bijna een vaste klant, hè? Ik ga mijn best doen als is om dat waar te maken, hè. Alice, wat gaan we vast tarief rekenen voor meneer? Hetzelfde lijkt de bewoners van. U krijgt de Freeway Cola aan €0,5, niet de kip. We gaan afronden, het is promotie voor de bar. Kom toch nog even terug op jullie wedstrijd. U volgt het waarschijnlijk op Facebook. De beslissing is voorlopig nog niet gevallen. Het is een zeer moeilijke beslissing. Ja, dat kan mij niet veel. Maar we denken, we hebben de VAR erbij geroepen, dus de videoref. En we hopen tegen volgende week uitsluit te hebben. Okay. Dus ik wil voorstellen dat u iedere dag komt naar de bar en dan gaat u meer weten. Oké, dank u, Nick de Kip. Incognito vanuit Bar Exotiek. Spannend.